Kramer. En haalt er de corner uit. Naar die hoekschop die laag gaat, richting Niemeyer. Van Meijers, linksachter. Dus een aardige bal, dan is de controle daar. Ja, en dan blijft het schot uit voor Danilio Cleonice. Taylor. Bergwijn gaat neer en de vrije trap is er eentje voor Ajax, zo beslist Paul van Boekel. Berghuis wil hem snel nemen. Dat was al slim bedacht, want Taylor ging aan die linkerkant ook wel de ruimte in. Berghuis achterin, Avila kopt terug. Dan zit Forbes met zijn linker. Dan blijft die bal daar een beetje hangen. Scoort hier de buurt van Joutalo. Joutalo. Brobbie. Ja, zoals hij staat, zou er eigenlijk eentje onder moeten komen. En dan komt Ajax er goed mee weg dat de overtreding wordt gemaakt door Van der Buijs. En ze een vrije trap mogen nemen. Berghuis. Etienne Vaas had al heel snel door dat hij de bal naast zou gaan. Van Alsten, Huntelaar. Huntelaar is een beetje de enige die mag blijven zitten als het aan het eindpubliek ligt. Okili, rechts Lelieveld, die gaat wel. Geen overtreding van Berghuis. Ook toch blokkeren, maar het mag door. Dit is schitterend gespeeld van Forbes. Die er langs komt bij Meijers, dan buitenkantje links deze bal op Taylor. Taylor richting Brobbie en dat is dan een heel matige bal. Dat zijn de momenten inderdaad. Rens. Berghuis. Forbes. Ja, die heeft er zin in vandaag. Forbes, daar Brobbie en die jaagt hem binnen. De voorsprong voor Ajax in de 30ste minuut via Brobbie. Maar een voorbereidende rol voor Forbes die al een paar keer eerder liet zien. Dat hij er vandaag trek in heeft in dit duel. Brobbie met zijn derde van dit seizoen. En een voorsprong voor Ajax. Nato. Bergwijn. Nato. Nogmaals terug, Brobbie. En die bal schiet. Nou, vlak voorlangs. Na de actie aan de linkerkant van Nato. Duimpje gaat omhoog van Brobbie richting de linksachter. Berghuis. Brobbie. Komt Meijers daar nog aan, dat komt hij niet. Brobbie in één keer. En dan de redding van Vaassen. En Vaassen heeft het een paar keer knap lastig. Bakali door op Lelieveld, dat was wel de bedoeling. Bakali voor richting Kramer, komt dat net niet aan koppen. Daar komt nog wel Aaron Meijers. Bal terug de 16 in en daar. Kramer 1-1. De zesde keer in zijn carrière dat hij scoort tegen Ajax. Dat doet hij het liefst doelpunt te maken tegen de Amsterdammers. En ook hier loerde hij daar weer op. En dan staat het 1-1. Dat is ja zum Tor werden, zou een Duitser zeggen. Taylor en Bergwijn. Meijers kan ertussen komen, die bal van Avila. Dan moet hij dat wel goed. Penalty. Wat een fout van Aaron Meijers. Eerst raakt hij die bal kwijt en dan weet hij zijn handjes niet thuis te houden bij Forbes. En dan is het contact nou niet heel erg overdreven, maar hou je handen thuis. De mogelijkheid voor Ajax om weer op voorsprong te komen vanaf 11 meter. Bergwijn en nu in de andere hoek. En dus is daar de voorsprong weer. Fase ging exact naar de hoek waar Bergwijn de vorige strafschoppen inschoot. Dus die had inderdaad zijn huiswerk gedaan. Nou, de fout van Meijers, de overtreding van Meijers en de strafschop
staat Ajax voor de tweede keer deze wedstrijd voor. Bakkali. Treding Rens. Meijers met links, plaatst hem richting Okili en die valt binnen. Het staat weer gelijk. Na de vrije trap van Meijers gaat Gorter nog wel naar die bal. Maar is Okili er eerderbij. En weet RKC voor de tweede keer gelijk te maken. Taylor. Door op Robbie, daar komt Vaase, die komt daaruit en daar strandt Robbie op. Avila naar Taylor. Rens. Forbes. Bal voor, weggekregen van de buis, maar niet echt lekker weg. En dan is het Berghuis die de ruimte vindt. Waar hij er nauwelijks bleek te zijn. Of leek te zijn in ieder geval. En dan weer de voorsprong voor Ajax voor de derde keer deze wedstrijd. Berghuis altijd goed tegen RKC. 8 goals en 6 assists nu momenteel. Zoetalo. Dit is Okili. Kleonissen. Laag voor Kramer en daarachter bijna min. Toch weer een kans voor RKC. En daar de Steler. Ik krijg hem niet bij Brobby. Dit is wel Vos. Voor het schot en dat zwabbert wat. Daar Vaas best moeilijk mee. Hato. Lelyveld kan hij hem terugkrijgen van Kramer, dan scherp voor Gorter, krijgt hem weg. En dan moet je een beetje mazzel hebben als hij dwars door het midden gaat. Dat er niet een tegenstander tegenaan loopt. Aftreding van Kramer op Avila. De spits loopt door op de centrale verdediger. Vos. Robbie. Terug Vos. Bergwijn. Haalt hem aan die linkerkant. Bergwijn komt naar binnen en schuift hem naast. Maar wel via een RKC'er. Voor een volgende corner van Ajax. Waar Bergwijn erbij is gaan zitten. Maker van de 2-1 kort voor rust vanaf 11 meter. En nu naar de kant. Eerste wissel van Ajax pas. Amoricio van Axel Dongen. Forbes. Brobby, de aanname is niet geweldig. En dan loopt hij door op Vaase. Vaase komt uit. En die ligt er slecht bij. Toch wat paniek daar rond de keeper van RKC. Enorme schrik. Enorme stilte. Sommige spelers van RKC die het niet meer aan kunnen zien. Vaase per Brancard naar binnen. Nee, er wordt niet meer verder gevoetbald. Als je kijkt naar de spelers van RKC, die zitten helemaal stuk.